Op deze hele mooie avond waarbij je mag trainen met de spelers van het eerste, Ritty. Hoe bevalt dat? Heel leuk. Ja? En wat is daar leuk aan? Je kan er wel wat van leren als ze je tips geven. Ja. En herken je ze toevallig? Nee. Zal ik de naam even snel, Joran van Zanten en Mark Bouwman, die doen dat. En er zijn ook heel veel andere spelers. Hebben jullie ook al gewisseld met andere spelers van het eerste? Nee. Nee? Nee? Is dit een goede oefening? Een oefening die je eigenlijk altijd doet? Dit doen we niet altijd, maar... Ja. Maar je leert wel veel van ze? Ja. Kijk je wel eens naar het eerste? Ja. Hoe vind je dat? Leerzaam en leuk. Ja? Hoe lang zit je op DVS? Bijna 8 maanden. 8 maanden. Geniet je ervan? Ja. Ja? En vind je zelf ook dat je een klein beetje talent hebt, of niet? Moeilijk om van jezelf te zeggen. Ja. Maar ik zag het gelijk, hoor. Ja, ik train er wel wat voor. Ja, je traint er keihard voor. Ja. Je kijkt je ook wel eens naar het Nederlands damesvoetbalteam? Ja. Geniet, hè? Ja. Oké, hey, ga door, want je kan nog heel veel leren vanavond, hè? Ja. Bedankt voor dit interview, hè? Dank je wel. Vanavond een iets andere trainingsvisie. De spelers zijn goed bezig met de jeugd, Bert, vanavond. Ja, prachtig, hè? We hebben goed overleg met mensen vanuit de jeugd en het meisjesvoetbal. Daar zijn de jongens nu druk mee bezig om mee te trainen. Vanavond en aankomende donderdag weer. Allerlei stations en balletje hoog houden, maar ook een beetje jeu de boel-achtig spelletje. En dan zelfs met jeu de boel. Kan Oktay Oost natuurlijk niet tegen zijn verlies, want eens zo'n pupilletje die legde die bal toch nog net even wat dichterbij, schiet hem ietsje door. Ja, dat is mooi dat hij een spiegelbeeld van zichzelf kan zien op zo'n moment. Hè? Dat is Oktay ook, die zoekt altijd even net wat meer de grens op dan... En dat hoort natuurlijk, dat maakt hem ook wie hij is geworden, ook als voetballer. En dat is prachtig. Dat is geweldig. En ook meiden die er ook heerlijk van zitten te genieten. Ja, dat denk ik wel. Ik ben net op het hoofdveld geweest en even bij Julian en Daniel gekeken. En dan het plezier wat iedereen uitstraalt, dat is uiteindelijk wel wat het voor je doet. Precies. Nou, we het toch over plezier hebben. DVS is eigenlijk altijd gewend, en de supporters, om met heel veel plezier terug te kijken op een wedstrijd. En zaterdag in de businessclub en ook in het clubhuis. Het was nou niet echt het sfeertje van, god, we hebben een fantastische wedstrijd gezien. Zijn we verwend, Bert? Nou, dat zijn we sowieso, maar dat is helemaal niet erg dat we verwend zijn. Maar ik denk dat het meer te maken had met het feit dat al vrij snel bij Hoek heel veel duidelijk was. En dat toch wel heel veel mensen zoiets hadden van, nou weet je, misschien is het weer zo'n stuntmiddag dat het een en ander gaat gebeuren, feestje daarna. Dus ja, dat viel eigenlijk 20, 30 minuten al in duigen natuurlijk. En dan zie je dat het verwachtingspatroon wat afneemt. Het werd ook rustig op het sportpark, als je het vergelijkt met andere wedstrijden. Dus dat kan een keer gebeuren. Daarnaast vind ik dat... Want als je de wedstrijd bekijkt tegen dit Dovo, wat je zeker niet moet onderschatten, er zit gewoon voetbalvermogen in. En op een veld wat echt heel zwaar te bespelen was. Dat merkte je ook aan de jongens. Die bal stuiterde constant. Het was kurkdroog. Dus ja, er kwamen niet in een lekker ritme. Vooral de tweede helft niet. En dat is jammer. We hadden de mensen graag meer geboden. Alleen dit heb je ook wel eens in een jaar. Is dat een van de redenen, dat veld, dat het echt onrustig was? En dat, ik zei altijd maar ziekenhuisballetjes, waarbij de kans op blessures ook echt duidelijk... opviel. Ja, 100%. Want je zag in de passing dat we niet even lekker konden strak inspelen. Hij bleef hobbelen. Extra aannames. Daar had beide teams natuurlijk last van. Maar wij hebben het combinatiespel waarin we graag spelen. En daarnaast vond ik dat we, zeker in de tweede helft, te snel diepte zochten. Terwijl we ons langer eronderuit hadden kunnen voetballen. Maar dat komt ook omdat het vertrouwen een beetje wegzakte. Dat het voetballen niet lekker liep. Nou ja, goed. Als dat dan allemaal niet lukt, dan heeft de groep wel geleerd om in ieder geval zo'n wedstrijd dood te maken. En dat is prima gelukt. Hartstikke mooi. Voor jou was Hoek eigenlijk altijd wel een van de kandidaten, maar dat blijkt wel steeds meer en meer, hè? Ja, daar werd in de rest van het land nog wel bijzonder op gereageerd, moet ik zeggen. Maar het is gewoon waar. Hoek heeft heel veel kwaliteit. Veel jongens zijn niet bekend, omdat ze uit België en elders komen natuurlijk. En daardoor lijkt het alsof ze minder zouden zijn, maar het tegendeel is waar. Het is een uitstekende ploeg. Veel jongens die op hoog niveau hebben gespeeld en zitten fysiek, mentaal, maar ook qua voetballend vermogen gewoon heel goed in elkaar. Nou had de coach het in de reactie op die wedstrijd tegen ONS Sneek. De driehoekjes en het combinatiespel, dat loopt allemaal voortreffelijk. Nou heb ik zelf het idee dat DVS dat ook wel fijn vindt om tegen zo'n ploeg te spelen. Ja, dan is het aan ons om een hoek en rondjes te laten lopen achter de bal aan. Precies die
Die hoeken. Drie hoekjes. Ja, goed. Verder nog wat te vertellen over de competitie, over de wishful thinking? Nou ja, goed. De derde periode gaat weer beginnen. En we gaan donderdag eerst oefenen hier op het sportpark. Nog een oefenwedstrijd ingepland en dan die jongens zijn één weekend even vrij. Ja, en dan gaat de lange sprint naar het einde van het seizoen natuurlijk beginnen. En ja, wij moeten gewoon op deze manier doorgaan. En we krijgen meteen na deze week natuurlijk een prachtig affiche met de uitwedstrijd tegen Hoek. En daar zien we erg naar uit. Help me even uit de brand. Leonidis, welke klasse? Ja, die spelen hoofdklasse zondag. En uit mijn hoofd komen die uit Rotterdam. Rotterdam. Nou, hopen op een goede oefenwedstrijd. Ik dacht dat er eerst een andere club uit zou komen. Ja, nou, er zijn verschillende clubs aangeschreven of die zin en behoefte hadden om te spelen. En dat ligt vaak een beetje aan de bezetting qua blessures en dergelijke bij clubs. Maar we zijn erg blij dat ze deze kant op komen. En zaterdag de spelers vrij af? Ja, ze zullen alle kanten op gaan. Misschien een beetje naar het zuiden gaan om daar wat fratsen uit te halen. En dan zullen we maandag maar weer het net ophalen om te kijken of iedereen nog heel is. Maar ja, ze moeten er even lekker uit. Want ze hebben keihard geknokt en gewerkt de afgelopen maanden. En dan is het heerlijk om even je koppie fris te maken.